Ik ben de enige die jou nog kan helpen. Dus je zult me moeten vertrouwen. Ik vertrouw je. Als je maar verzorgt dat ik hier weg kan. Het is een kwestie van tijd voor ze me hier vinden. Nou goed dan, laten we bij het begin beginnen. Wat was jouw taak in de organisatie van Eddy Kerentis? Je bedoelt wat voor klussen ik voor hem opknapte? Ja. Ik had de leiding over zijn koeriersdienst. Als Eddy iets van A naar B wilde hebben, zorgde ik ervoor dat dat snel en op tijd gebeurde. En waar praten we dan over? Drugs. Voornamelijk drugs. Alleen drugs? Drugs heen, geld terug. En dan heb ik het niet over een paar grammetjes of tientjes waar de dealer op de hoek van de straat mee rondloopt. Het verbaast mij dat jij nog nooit bent gepakt. Want meestal lopen die koeriertjes wel een keer tegen de lamp. Nooit. Onderschat Eddy niet, hè. Hij had veel vrienden in deze stad. Had. Had is een lelijk woord. Volgens mij hebben ze zijn meest invloedrijke vriend in koele bloede doodgeschoten. Ciliacus, officier van justitie. Wat een vuile teringleier was dat. Iedereen wist dat die vuile, corrupte rat voor Eddy werkte. Hij had Eddy in zijn zak en hij verdiende het om vermoord te worden. En wie heeft hem dan vermoord? Dat weet niemand precies. Nee, dat weet niemand precies. Maar iedereen weet wel hoe en waar hij is vermoord. Datum, tijdstip. Terwijl dat nou net zaken zijn die de autoriteiten nooit bekend hebben gemaakt. Ze zeiden dat het een huurmoord was. Een moord vanuit een bepaalde organisatie die de belangen behartigt van belangrijke mensen. Ciliacus was pas de eerste. Iedereen die ook maar iets met Eddy te maken had, is nu dood. Niet iedereen, want anders zat ik hier niet. Hij heeft iedereen vermoord. Behalve mij en Eddy. Hij? Kun je me iets over hem vertellen? Alleen maar wat ik over hem heb gehoord. Ja, leef je uit? Niemand weet precies wie hij is. Hoe hij heet. Hoe hij eruit ziet. De man is een mythe. De boeman die je komt opzoeken als je een stoute jongen bent geweest. Ze zijn bang voor hem. Iedereen is bang voor hem. Ook Eddy. Eddy nog het meest, geloof me.
Terwijl hij toch genoeg mensen om zich heen had die hem bescherming hadden kunnen bieden. Had, dat is een lelijk woord. Dat klopt, ja. Niemand was tegen hem opgewassen. Zelfs Marcus niet. Marcus? Roger Marcus, Eddie's rechterhand. Nooit van gehoord. Nou, vanaf de dag dat hij achter Marcus aanging, brak de hel los. Wel heel veel voor een koerier, hè? Ach, je weet hoe het gaat. Kleine wereld, mensen praten. Voor je het weet gaat het zijn eigen leven leiden. Wat gebeurde er daarna? Daarna hebben ze het enige vermoord wat hij lief had. Myla. Myla? Ja, Myla. De vrouw die hem altijd oplapte als hij puin op was. Rust en vrede, Myla. Ze wisten waar hij heen ging die avond. Ze wisten dat hij haar zou opzoeken als hij gewond was. En ze wisten dus dat ze hem daar op dat moment konden pakken. Daar zit hij dan, hè? Hulpeloos. En gewond. Het lot. In de handen van deze mooie dame. Vind ze zeker wel lekker, of niet, jongen? Hè? Huh? Ook nog wat te Siri. Nee. Wie heeft jou de opdracht gegeven mij te vermoorden? Wie heeft jou de opdracht gegeven mij te vermoorden? Misschien Eddie zelf. Zou ook nog kunnen. Maar jij gaat toch niet zeggen, hè? Maakt niet uit, jongen. Kom er toch wel achter. Goh, dat lucht op. Dat hebben we jou nog natuurlijk. Opstaan. Op knieën. De knieën, ja? Goeie keuze. Hey, baas. Wat? Wat doen we met hem? Laat me kapot bloeien, jongen. Die zelf. Dat zou ook nog kunnen. Maar jij gaat toch niet zeggen, hè?
Ja. Hey, lamlul. Bier. Nog bijzonderheden? Nee. Maar nee. Nee. Waarom heb ik jou nog in dienst eigenlijk? Echt waar, joh. Die gast, die mag nog geen rotte appel vreten en schat ik mijn stront. Mijn nieuwe lieve zuster. Is wat hard als jou, jongen. Vader. Hey, en Eddie. Spoorloos verdwenen. Toch wel raar, vind je niet? Wat? Ja, dat iemand zomaar kan verdwijnen. Poef. Verdwenen in het niets, als sneeuw voor de zon. Ja, wat wil je dat ik erover zeg? De man is een chameleon, iemand met 1000 gezichten. Is dat zo? En dan toch al die verhalen en uiteindelijk weten we nog helemaal niks. Zijn we klaar? Ja, we zijn klaar. Fijn. Zorg dat je paraat staat. Dan regel ik binnen nu en een half uur dat er iemand is die jou buiten de stad brengt. Wacht even. Eddie is nooit verdwenen. Laten we bij het begin beginnen. Wat was jouw taak in de organisatie van Eddie Carettis? De man is een chameleon, iemand met 1000 gezichten. Dat dachten wij al, meneer Carettis. Myla.
still think about you.